Ja, partijgenoten, we zijn inderdaad onderweg. En we beginnen nog maar net. In ieder geval met deze dag. We moesten even op stoom komen, heb ik gezien. Want die eerste stemming, dat was hem niet helemaal. Maar gelukkig de lijstverbinding met GroenLinks wel. Ja, dit wordt vandaag, denk ik, en ik hoop dat, en ik hoop ook dat u dat met mij hoopt, een geweldige dag. Een geweldige dag waarin we een mooi verkiezingsprogramma gaan opstellen. Een hele stevige kandidatenlijst gaan vaststellen. Waarin we helaas, zeg ik, afscheid gaan nemen van Wouter. Maar ook Job Cohen, onze nieuwe partijleider, van harte zullen verwelkomen. Job. Ik zei het u al, we beginnen nog maar net. En het is vandaag ook de start van onze campagne. We hebben de afgelopen dagen kunnen zien dat andere partijen ook denken dat ze een beetje begonnen zijn. Maar wij beginnen natuurlijk vandaag echt met die campagne. En we zullen de komende weken, net zoals we dat bij de gemeenteraadsverkiezingen deden, langs alle deuren gaan. Langs alle deuren gaan. Met onze rozen, maar vooral met ons verhaal. Want dat is ongelooflijk hard nodig. Want het is niet zo dat alleen iedereen meetelt, maar ook elke stem telt mee. En ik reken op u dat u met ons langs die deuren gaat. En dat is zo hard nodig, want dit wordt een cruciale campagne. Dit wordt een ongelooflijke belangrijke campagne, omdat die gaat over de toekomst van Nederland. En dat die gaat over een cruciale keuze. En die keuze voor ons wordt elke dag helderder. Het wordt elke dag duidelijker dat we moeten gaan voor die samenleving waarin iedereen meetelt. Maar we beginnen niet op nul. We beginnen niet op nul. We hebben de afgelopen jaren een stevige basis gelegd. Ongelooflijk stevige basis. En de Partij van de Arbeid stond de afgelopen jaren in de hitte van de keuken. En daar was het lang niet altijd makkelijk. Daar was het soms, kan ik u nu wel verklappen, bloedheet. En het was heus niet altijd makkelijk in dat, wat we nu wel weten, soms moeilijke kabinet. Maar we stonden er wel. En we bleven er ook omdat het belangrijk was. Omdat we resultaten wilden boeken. En die hebben we geboekt. Denkt u eens terug aan hoe het land eruit zag voordat het kabinet er was. Zonder Wouter Bos. Want we hebben de afgelopen jaren de buurten verstevigd. De buurten die door vorige kabinetten in de steek waren gelaten. En wij zijn degene geweest die samen met de bewoners de buurten hebben opgeknapt en weer veilig hebben gemaakt. Wij zijn degene geweest die gezorgd hebben dat er weer wijkagenten rondlopen. En nog veel belangrijker, dat er ook weer wijkverpleegkundigen rondlopen. Wij zijn degene geweest die er ook voor gezorgd hebben dat deze mensen weer fatsoenlijk worden betaald. Wij zijn degene geweest die daarnaast het onderwijs hebben beetgepakt. Ik zie Ronald en Sharon zitten. Die gezorgd hebben dat het weer om taal en rekenen gaat in de basisschool. Die gezorgd hebben dat we weer kunnen stapelen. Dat kinderen weer een langere weg kunnen volgen om uiteindelijk hun talent volledig te ontplooien. En wij hebben ervoor gezorgd, dat ook die docenten gewoon weer les kunnen geven op de manier waarop ze dat willen. En dat ze daarbij ook nog eens goed betaald worden. Maar we gingen natuurlijk vooral in dat kabinet om dat sociale beleid. Want we zijn het nog niet vergeten. Denkt u nog eens terug aan de arrogantie van Aart-Jan de Geus en zijn VVD-kornuiten. Denkt u er nog iets aan terug?
En het was niet Mark Rutte met zijn wet. Maar het waren onze wethouders in de steden die de mensen uit de bijstand hebben gehaald en ze weer aan het werk hebben gekregen. En wat waren we vorig jaar blij dat wij aan het roer zaten toen de crisis op zijn hoogtepunt was. Wij aan het roer met onze kapitein. Want uiteindelijk was er maar één kapitein die het schip weer op koers kreeg toen de financiële crisis uitbrak en de bankencrisis uitbrak. En dat was onze kapitein Wouter Bos. En alle economen zeiden tegen ons, je moet nu investeren en het straks terugverdienen. En wat riep Mark Rutte? Wat riep Alexander Pechtold? Wat zei Piet Hein Donner ook aan het begin van de crisisonderhandelingen? Nee, we moesten fix bezuinigen. Nee, we moesten fix bezuinigen. Het is maar goed dat we hebben gekozen voor de lijn eerst investeren en dan terugverdienen. Want kijk eens aan, wat is er gebeurd? Doordat we dat gedaan hebben, zijn er 140.000 mensen die een baan hebben behouden omdat we de deeltijd-WW hebben ingesteld. Doordat we dat gedaan hebben, hebben we de laagste werkloosheid van Europa. En nog veel belangrijker, we hebben de laagste jeugdwerkloosheid van Europa. En we hebben dat geld niet voor niks gebruikt. We hebben het geld gebruikt om mensen aan het werk te houden. Maar tegelijkertijd nieuwe scholen te bouwen. Duurzame energie te investeren. Zorgen dat er windenergie kan komen. Proberen de dingen aan elkaar te koppelen. Groene banen maken. Zo hebben we geïnvesteerd. En zo hebben we de mensen aan het werk gehouden. En niemand hoeft te bang te zijn. Niemand hoeft te bang te zijn dat als hij zijn baan kwijtraakte, dat hij dan geen uitkering had. Want wij hielden de WW overeind en wij zorgden dat er daarnaast ook nog extra geld was voor armoedebestrijding. Dat was nodig. En we deden dat, ik zei het net al, onder leiding van Wouter Bos. En ik denk dat Wouter, als niemand anders, heeft laten zien dat je een sterk hart kunt combineren met een sociaal hart. En ik denk dat Lilian en ik als geen ander weten hoe de worsteling is geweest, die weken, dat het over Oeruzkan ging, om het kabinet los te laten. En ik weet wat je worsteling was. Omdat we zo graag en het zo hard nodig vonden om die afspraak die we met de Nederlandse bevolking hadden gemaakt, om weg te gaan. Een afspraak die we ook met u op dit congres in december nog hadden herbevestigd. Om die na te komen. En het kostte ons kabinet. En ik weet, Wouter, hoe erg je dat vond. En ik weet ook, ja, je wilde wel of niet klappen. En ik weet ook hoeveel moeite je het kostte om vervolgens het partijleiderschap los te laten. En wij gunnen je je nieuwe leven met je gezin. Maar we zullen je ongelooflijk missen. En ik zal je ook ongelooflijk missen. Want het zal raar zijn, ik waarschuw je op maar vast, om niet meer elke ochtend om 8 uur op te staan en te kijken of er een sms'je is van Wouter. En 's avonds, zo rond 1 uur of 1, nog stiekem te kijken of hij toch nog tussen 12 en 1 een laatste opdracht heeft gegeven. Wouter, ontzettend bedankt voor alles.
Ik krijg nog een paar keer de kans vandaag. Dus gaat het van mijn tijd af, want dat zou ik niet willen natuurlijk. Want partijgenoten, het is wel het moment, het is nu wel het moment dat politieke partijen kleur gaan bekennen. En dat we laten zien waar we voor staan. En de Partij van de Arbeid staat voor eerlijk delen en gelijke kansen. Maar ik denk dat in geen andere campagne dan nu zo helder wordt waar de Partij van de Arbeid zich van de VVD onderscheidt. De VVD van Mark Rutte, die wil bezuinigen op de zorg. Die wil bezuinigen op sociale uitkeringen. Die wil bezuinigen net zolang tot mensen geen banen hebben. Mark Rutte, die zegt op te komen voor de hardwerkende Nederlander. Maar vervolgens, die hardwerkende politieagent en die hardwerkende leraar in de kou laat staan door een loon te bevriezen en hun eigen risico in de zorg te verdubbelen. Die Mark Rutte, die altijd hetzelfde liedje zingt. Het liedje om de mensen die al veel hebben, nog meer te geven. Het liedje om belastingverlagingen die ten goede komen aan die mensen die zoveel hebben, ten koste te laten gaan van de mensen die het minste hebben. Villa's subsidiëren en uitkeringen verlagen. Dat is het beleid van de VVD. En boe moet je zeggen, ja boe. Het is Mark Rutte. Het is Mark Rutte die het heeft over eigen verantwoordelijkheid. Maar als u goed naar hem luistert, dan zegt hij eigenlijk, zoek het zelf maar uit. En wat ons geschokt heeft, is dat een internationale partij als de VVD altijd is geweest, ook voor vrijheid en welvaart in landen waar het heel erg moeilijk is, ook deze mensen nu in de steek laat door de ontwikkelingshulp te halveren. En dat is waar wij nee tegen zeggen. En we zagen gisteren de toespraak van de nieuwe premier in spe, zoals die zich nu blijkbaar graag ziet. En daar heb ik me toch een beetje over verbaasd. Want Mark Rutte, die zei daar, nee, we moeten niet de boel bij elkaar houden. We moeten in beweging komen. Maar als er nou één partij zou moeten weten wat er gebeurt als je allemaal de verschillende kant uitgaat, is dat je een versplinterde beweging overhoudt. En wij willen niet dat verdeelde Nederland. Dus ik vraag vandaag, beste Mark, waar is die sociaal-liberaal gebleven waar je zelf ooit zo trots op was? Maar partijgenoten, we moeten het niet alleen naar de VVD kijken. Let ook even stilletjes op het CDA. Let ook even stilletjes op het CDA. Ze hebben allemaal nieuwe woorden uitgevonden. Differentiëren, flexibiliseren, bureaucratiseren. Maar achter al dat verhullend taalgebruik gaan net zo goed keiharde bezuinigingen schuil. Want ze zeggen de studiefinanciering overeind te willen houden, maar ze gaan gewoon fors de collegegelden verhogen. Ze zeggen de arbeidsmarkt te willen flexibiliseren, maar ze gaan gewoon waarjongens onder het minimumloon brengen. Ze zeggen de woningmarkt te differentiëren, maar ze gaan gewoon de huren verhogen. Dat is het meel in de mond beleid van het CDA. En ook daarvan zeggen wij nee, zo doen we dat niet. Partijgenoten, iedereen zal wat moeten doen om het geld terug te verdienen. Ook de Partij van de Arbeid. En wij gaan moeilijke keuzes niet uit de weg. Wij hervormen op termijn de AOW, de hypotheekrente en het sociaal leenstelsel. Maar wij doen dat altijd wel op een eerlijke manier. En ik zeg u erbij, het gaat er niet alleen om hoeveel je bezuinigt, maar vooral waarop en met welk doel. En wij willen een samenleving waarin kwaliteit voorop blijft staan,
waarin er kwaliteit is en tijd. Tijd voor kinderen om naar school te gaan en genoeg onderwijstijd te hebben, zodat we de beste scholen hebben in Nederland. Tijd voor zorg op maat in de buurten, voor ouderen, zodat ze weten dat ze gekend en verzorgd worden. Tijd voor veilige buurten, zodat je gewoon durft te weten wie je buren zijn. En dat je durft te weten om met ze om te gaan. Dat je niet bang hoeft te zijn als je op straat loopt. Tijd om ook voor elkaar te zorgen. Om arbeid en zorg op een goede manier te kunnen verdelen. En van de week kwam er een onderzoek uit waaruit blijkt dat nog maar in 16% van de cao's, nog geen derde, afspraken worden gemaakt over flexibele werktijden. En als mensen nou op één manier arbeid en zorg kunnen combineren, is als er een beetje flexibiliteit is. En daarom zeg ik dus vandaag, dat moet niet in 16% van de cao's, dat moet in alle cao's. En als dat niet lukt, dan gaan wij dat zelf via de Tweede Kamer regelen. Partijgenoten, we gaan straks op stap met die boodschap. Iedereen telt mee. Maar het is niet vooral een boodschap aan de kiezer. Het is vooral een opdracht aan onszelf. Want het is de kern van ons ideaal. Wij zijn de partij die zorgen dat mensen altijd een tweede kans krijgen. En als het nodig is, nog een kans. En nog een kans. En nog een kans. Net zolang tot je mee kan doen. Wij sluiten mensen niet op, wij pakken mensen beet en we brengen ze verder. Dat is waar het de Partij van de Arbeid altijd en nu ook weer om zal gaan. Partijgenoten, dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. En in het kabinet is het natuurlijk altijd zo, en zo hoort het ook, dat vooral de bewindslieden in het spotlicht staan. Bewindslieden, de partijleider. Maar er was ook een fractie. Er was ook een fractie die geprobeerd heeft op allerlei manieren dat kabinet te steunen en het verder te brengen. Soms, zeg ik erbij, in stilte. Want dat hoort soms ook zo. En soms in het volle licht. Soms met troppen geroffeld. En slechts een enkele keer met een keihard nee. Maar altijd loyaal. Altijd loyaal aan die partij. Aan de partijtop. Maar ik zeg u vooral aan uw congres. Onze opdrachtgevers. De fractie heeft het werk willen doen. In uw geest. In uw ideaal. En ze zitten hier allemaal verspreid. En ik wil ze ongelooflijk bedanken. Want ik durf te zeggen dat er zelden een fractie is geweest die zo ongelooflijk goed heeft samengewerkt, zo ongelooflijk trouw is geweest en zo ongelooflijk loyaal aan de PvdA. En ik wil u uit het diepste van mijn hart daarvoor bedanken. Partijgenoten, we gaan op weg. We gaan op die lange weg waar we al zo lang in onze traditie mee staan verder. Verder naar 9 juni. Verder naar die geweldige uitslag waarvan ik ervan overtuigd ben dat we die zullen maken. En toen ik dat in december tegen u zei, want toen zei ik dat ook al, toen keek u me allemaal nog een beetje glazig aan. En ik dacht toen, nou, ze denken die Mariet is wel een leuke meid, maar soms een beetje grote fantasie. Want hoezo de grootste worden? En vandaag weten we dat het kan. We weten dat het kan, omdat we het vertrouwen hebben. Maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste in een campagne, omdat we geloven in onze idealen. Omdat we dat kunnen overbrengen. Mensen verwachten niet wonderen. Maar mensen verwachten wel praktische oplossingen. En mensen verwachten dat je politiek bedrijft uit je hart. Uit het ideaal dat uit de haarvaten van je beweging komt. En zoals u in de zaal ziet, zoals wij ons voelen vandaag, zie ik dat die energie er is. Dat dat enthousiasme er is. En dat zelfvertrouwen er is. En daarom ben ik ervan overtuigd dat we voor dat andere Nederland, voor dat betere Nederland, voor dat Nederland waar we niet met de ruggen naar elkaar toe staan,
maar elkaar aankijken en elkaar vasthouden. Voor dat Nederland waarin iedereen meetelt, allemaal de deuren zullen langsgaan en zeggen: stem Partij van de Arbeid, stem op ons, want wij gaan ervoor zorgen. Iedereen doet mee in Nederland. Iedereen telt mee in Nederland. APPLAUS.